En natuurlijk moet je het doen. Maar Theo, dat hoef je mij toch niet meer allemaal uit te leggen dat het hopeloos is. Het is hopeloos voor je, ja. Nou, doen. Zonder meer doen. Sorry, dit moet even. Ja. Ja. Nee, wacht even, wacht even. Dat heb je... Dat zou je toch vorige keer gebruikt hebben? Amobarbital. Jawel, jawel, jawel. Wacht even, wacht even. Even een lijstje erbij pakken. Even kijken hoor. Even kijken. Jawel, amobarbital. Dat kon je oraal innemen, dat was makkelijk. Maar kijk eens even bij tijdsverloop, Theo. Uren gaat dat duren. Dagen misschien wel. Theo... Theo, denk nou eens even na. Je woont 4 hoog. Niet doen. Smeerboel. Precies. Nee, volgens mij moet je een combinatie nemen. Je moet beginnen met thiopental. Precies, voor de narcose. En dan, omdat je het zelf doet, neem je daar gelijk bij in. Alcuronium. Zie je het staan, linksboven? Ja, nou moet je eens kijken naar het tijdsverloop. 5 tot 10 minuten en het is gebeurd. Ja. Precies. Thiopental en alcuronium. Goed. Nee, graag gedaan, Theo. Nou, Theo, ik kan je dus niet het beste wensen. Ik zou maar zeggen, Theo, vaarwel. Ja. Ja. Oké. Okay. Dag, Theo. Oeh. Oeh. Oh. Sorry hoor, maar moest even. Theo, een kennis die je dan om het half jaar opbelt om te zeggen dat hij het niet meer ziet zitten en dat hij er een eind aan gaat maken. En ik weet precies waarom hij mij belt. Dat is niet omdat Theo suïcidaal is of omdat Theo aandacht zou willen hebben door te dreigen met zelfmoord. Nee, Theo die test... Of ik eigenlijk nog wel progressief genoeg ben. Tom, dat is wat hij doet. Of ik nog wel modern ben. En want vroeger dan werd er hulp geboden na een poging tot zelfmoord. Als er dan nog hulp te bieden viel. Maar nu is de discussie, zou je niet hulp moeten kunnen bieden bij de zelfmoord? Hè? Nee, zegt Theo ook. Iemand die zelfmoord wil plegen, heeft het recht op hulp bij die zelfmoord. Heeft Theo me uitgelegd, zelfmoord is niet strafbaar voor de Nederlandse wet. Maar als je iemand helpt bij zelfmoord, dan ben je wel strafbaar en dat zou eigenlijk niet kunnen. En ja, zegt Theo ook, iemand die zelfmoord wil plegen, heeft daar heel lang over nagedacht. Die weet precies wat hij wil. En waarom zou je zo iemand in de kou laten staan... Hij zou naar iemand toe moeten kunnen. Theo heeft gedachten geopperd van een suïcide-inrichting of een kliniek... waar je dan naartoe zou kunnen gaan en waar je ook de middelen zou kunnen krijgen. Ja. Eerlijk gezegd weet ik het voor mezelf niet helemaal. Hoe weet je dat... Iemand die zegt dat hij zelfmoord wil plegen, dat ook echt wil. Het zou kunnen zijn dat hij tijdelijk in de war is en dat het na een tijdje weer heel anders ligt. Nou, Theo is zelf het beste voorbeeld. Dit is de 8e keer geweest dat hij me nou zo belde. Dan die hele discussie over euthanasie, dat is natuurlijk iets heel anders en daar moeten regelingen voor gevonden worden. Maar zo'n boekje, Handleiding voor artsen, dat is gewoon nu in de boekhandel verkrijgbaar. En Theo zegt dat hij dan een vriend heeft in de farmaceutische industrie en die kan hem dan wel aan de middelen helpen. Ik weet niet, die hele discussie over zelfmoord, het is mij iets te gemakkelijk allemaal. Ik weet het niet. Ik ben toch ook eigenlijk gek dat ik me door Theo zo... laat meeslepen. Ik bedoel, Theo belt mij toch. Die vraagt toch wat ik ervan vind. En het gaat er toch niet om wat hij zegt, maar wat ik ervan vind. Wat...
Dat zou ik hem nou toch eigenlijk eens ongezouten moeten zeggen. Ik kan nou toch eens recht voor zijn raap zeggen hoe ik er eigenlijk over denk. En dat hij nou toch eens op moet houden met dat sleutelen aan die meest essentiële grens. En dat je altijd moet proberen te voorkomen dat iemand zelfmoord pleegt. Dat moet je altijd proberen. En dan vertel je maar slappe verhaaltjes van dat het leven ook nog mooie kanten heeft en dat het misschien allemaal wel weer anders wordt. Je moet het altijd proberen. En als dat dan mislukt, dan is dat jammer. Nee, dat is heel erg. Dat is heel erg als dat mislukt. Maar je moet het altijd proberen. Nou, kom op nou. Al dat sombere gedoe. Ik zeg gewoon tegen Theo dat het een hele aardige jongen is. Gewoon een aardig warm mens. Daar knapt hij wel van op. Nou. Misschien even boodschappen doen.